Alsof er niks gebeurd is, staat hier voor Brasserie Keizer nu gewoon een boom. Maar zo troffen de bewoners het hier een paar weken geleden aan. Een paar uur daarna verscheen een hele grote nieuwe markies. Die geweldig 2 meter over de oude plaats van de boom, de plaats van de oude boom, heen stak. Die boom stond in de weg. Jammer. Wij vroegen ons af of daar vergunning voor was. We vroegen dat bij het stadsdeel, die zeiden nee. En dus besloten de bewoners hier een zaak van te maken. Eerst probeerde Riemer zelf aangifte te doen. Dat lukte niet en toen deed het stadsdeel het. Wie heeft die boom dan omgekapt? Dat is niet helemaal duidelijk, dat moet, moet de politie ook uitmaken. Maar in de workflow lijkt het zo te zijn dat degene die de markies hebben opgehangen ook de boom hebben weggehaald. Ja, wij zijn niet van de snoeidienst. We maken zonneschermen en ik heb nog nooit hebben we eens vergrepen aan iets waar we niks mee te maken hebben. Zeker niet een boompje. Ik heb met die jongens gesproken, zeg, wat bestond er een boom? Nee, er was geen boom. De bewoners hopen dat beelden van deze beveiligingscamera van het concertgebouw de politie kunnen helpen het mysterie op te lossen. Het stadsdeel plantte dus al een nieuwe boom. Serieus? Echt waar. En nu kan dat prachtige scherm wat u heeft opgehangen, staat die boom weer in de weg. Ja, als we hem een beetje hard duwen, dan duwt het scherm toch de boom om. En daar hebben we weer bezwaar tegen gemaakt. Maar waar heeft u dan precies bezwaar tegen gemaakt? Vernieling van de boom. Ja, dus Brasserie Keizer is echt ontzettend blij met jullie. Ja, weet ik niet. Schandalig. En ze vergeten wel wat ze de ondernemer op dat moment weer aandoen. Ik voel me echt een buitenlander als ik dit meemaak. Ik ben ja. Van Amsterdam. Ja, gekke werk vindt u het. Nou, echt. Ja. Brasserie Keizer wil geen commentaar geven op de zaak. Wie de dader ook is, het stadsdeel wil de kosten van €3.500 voor het planten van de nieuwe boom daar in ieder geval gaan verhalen.